Klein beetje maar, hè, voor één. Anders duurt het heel lang. Ach. Dat is een slecht trekje van mij. Soms het... ben ik een beetje ongeduldig, zeg. Ja? Had ik nou niet door. Ik had niet verwacht dat hij mij zou kiezen voor de logeerpartij. Wij zijn allemaal hartstikke verschillend. Ja, dat is het leuke ook. Dat is wel leuk. Kijk, en daar moet hij iets uitpikken. Of voelen, of uitpikken. Of waar hij dan ook naar kijkt. Makkelijk te slapen thee, zeg maar. Oké, maar dat werkt niet zo direct al wel. Kalming, drankje voordat je... Nee, ik ga niet gelijk in slaap vallen aan tafel. Zal ik niet naar beneden gaan? Want het is een beetje raar dat ik de hele tijd hierover ben. Nee, niet. Anders kan je deze wel... Ja, ik ga ze wel wijn brengen. Ik heb ook een wijnglazen hier, hè. Ik denk dat ik ze vandaag wel beter heb leren kennen, hè. Ik denk dat ik er vandaag ook wel weer over ga denken, hè. Maar misschien ook wel niet, hè. Omdat ik heb morgen nog een hele dag, hè. Ik hoef nu nog geen beslissing te nemen. Dames, jullie kregen van Piet hele mooie glazen. Oh, alleen wij? Oh ja, jij drinkt thee. Ik ging aan de thee, ja. Zo, nou in met een gouden randje. Prachtig. Kijk. Iedereen grijpt zijn momentje wel. Ik heb het nog niet gehad, maar ja, wie weet komt dat nog, hè? Gelukkig maakt het geen vlekken. Het is ook mijn water. Ik ben niet aan mijn stoel. 1, 2, 3. Ja. 3. Maar je komt dus niet gezellig bij ons tanden poetsen. Veel te intiem op de eerste. Ja, tanden poetsen vind ik heel intiem, hoor. Oh, is dat zo? Ja, vind ik wel. Ja. Sowieso de badkamer delen op de eerste dag dat je bij elkaar bent. Dus echt? Ik ga niet gelijk met jou nu mijn tanden staan poetsen of zo. Nee, ik wel. Ja, zoveel dingen. Klikken en matchen waar we het over hebben. Dat heb ik in mijn beleving. Misschien hebben de andere vrouwen dat ook. Dus. Alhoewel ik nog steeds het gevoel heb dat als we dicht bij elkaar zijn... dat er iets van elektriciteit tussen ons is. Mevrouw, hoe vroeg moet jij s'morgens op? Of je moet niks natuurlijk? Ik moet niet, nee. Meestal tussen een uur of tussen 7 en 8. Maar meestal is het ook wel 8 uur, hè? Soms 8:30. Oh ja. Ja, dan zijn ze hier al lang 2 uur druk in de weer, hè? Ja, dat is ook. Hij is meer bezig met Eugenie, vind ik. Dat viel me eigenlijk wel een beetje op vandaag. Eugenie vraagt natuurlijk wat meer aandacht. En dan snap ik ook dat hij daar meer naar moet kijken. Maar ja, misschien dat ik dan een beetje onzeker word. Maar goed, hoe laat moeten we nu opstaan morgenochtend? Want dat hebben we nog niet gehoord. Tussen 8 en 9 zijn? Ja. Zo? 8 uur opstaan. Ja. Oké. Maar ik ben met 10 minuutjes klaar. Oh, nou, prima. Nou, dan bons je op een van onze kamers. Ja, en dan is het precies. Van de volgende. Okay. Hè? Of klop jij op de deur om 8 uur? Ja, het idee dat je bij Piet in huis slaapt. Hartstikke leuk. Nee, echt een goed gevoel. Absoluut. Zien we elkaar morgen weer en dan... Jij krijgt nog een nachtzoen. Oké. Ja, natuurlijk. Dat vind ik ook. Oké, dat vind ik wel. En die glazen moeten nog naar boven, hè? Wel rust, hè? Zet je het op de trap? Zet hier, meneer. Ik ruim het zo. Ik heb gegoogeld. In Duitsland zoenen ze maar 2 keer. Dat vind ik veel fijner. Dan doe jij 2 keer. Ja, dan doe je het dan 2 keer. Oh, ik gooi gelijk een glas. En eentje. Wel te rusten. In Duitsland hoeven geen koeien gemolken te worden. Daar is het relaxed wakker worden. Goedemorgen. Iemand wakker? Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker geslapen? Geslapen. Ja. Daar houdt het bij op, ja. Ja, precies. Hey, ik wilde vragen, heb je al koffie? Want ja. Het lijkt wel fijn om wakker te worden met koffie. Ja, kan ik. Ja? Zo, kunnen we maken. Kan ik alvast kopjes of zo meenemen? Ja. Het was haar dochter die Gea aanzette tot het schrijven van een brief aan Piet. Naast haar werk in de bouwmarkt geniet Gea enorm van haar kinderen en kleinkinderen. 11 jaar geleden kwam haar leven op zijn kop te staan. In 2012 ben ik gescheiden en toen ben ik 1 jaar goed van slag geweest. En toen werd ik helaas daarna ziek. Ik kreeg kanker. En dat heeft wel een dikke 5 jaar geduurd voordat ik daar helemaal goed doorheen kwam. Ik ben weer helemaal de oude. En nu ook eigenlijk klaar om te daten. Goedemorgen.
Goedemiddag. We hebben verschillende kussens. Ga ik ook even voor je kijken. Ik ben echt iemand, ik leef per dag. Misschien ook doordat ik ziek geweest ben, dat je niet zo ver meer vooruit kijkt. En ja, tuurlijk zou ik het leuk vinden als Piet en ik zeg maar samen een toekomst krijgen. Fietsen, leuke dingen doen. Ja, eigenlijk gewoon iemand in mijn leven. Jij wil voor jezelf ook nog spul meenemen dan? Oh ja. Zal ik even... Doe net als je thuis bent, hè? Ja, inderdaad, ja. yoghurt. Wat messen misschien? Dienblad geloof ik, hè. Dus had ik. Even kijken. Gea. Zo. Weet jij hoe dat koffie zit? Nee, Piet zal het zitten. Ik heb even bij me aangeklopt. En Piet warmt ook die rijstepap op, of niet? Dat heb ik niet gezien. Even kijken, liggen. Is hij wel aangekleed? Hij is aangekleed, hij is diesel. Dan ga ik het even vragen, want ik heb zin in die rijstepap. Kan toch wel? Ja hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga koffie. Oh, wat lekker. Kijk, is die koffie daar? Is die van mij? Is voor jou. Ja, het kan ook vanavond afgelopen zijn. Dus ik wil ook wel mijn momentjes met Piet pakken. Maar het zijn er nog veel te weinig, vind ik. Nou, een hele bedoeling zo op de vroege ochtend, hè? Ja. Dat is even wennen, hè? Alleen in mijn eentje. Ja. Rustig ontbijten. Ja. Doe je ook altijd even met het journaal even aanzetten of de krant? Ja, de krant dan meestal even, hè? Ja. Ik heb de krant dan op mijn telefoon, dus dan vaak in bed dan eventjes... Ja, het water kan hier blijven, ja. Precies. Goedemorgen, ik haal even mijn vest uit de auto. Goedemorgen. Het is toch een beetje frisjes. Ja. Even broodjes ophalen. Ja hoor, ja. Bij hem heb ik echt het gevoel van, ja, het voelt ontspannen allemaal. Het voelt gewoon, het voelt heel prettig om bij hem te zijn. Dat zeg ik, mijn gevoel is wel heel, heel diep nu. Heel, ik voel steeds meer voor hem. Dat ik echt zeg van, ik wil wel wat met hem beginnen. Wie wil er dit? Nee hoor, neem me lekker. Ik niet, pak jij lekker. Ja, ik ga wat... Er zijn er twee, dus... Ja, natuurlijk. Daar sta je ervoor, hè. Ik ben even zo vrij geweest in jouw la een kaasschaafje te zoeken. De shoffel. Na het ontbijt zijn in Duitsland de koeien aan de beurt. Onder toeziend oog van zijn enthousiaste logees gaat Piet aan het werk. Hij moet het aanschuiven, zie je? Met die... Ja, wat moeten wij dan doen? Niks. Gewoon kijken. Kijken? Koffie. Zullen we eens koffie zetten? Ja. Koffie. Nou, ga jij het even vragen? Ja. Koffie, Piet. Want als ik ga, zegt hij weer, doe geduldig. Ja. Nou, geslaagd, jongeman. Wieken op. Niks verpleegd, hè? Maar met welk ding doe je die schuiver? Hier beweeg je dan links en rechts, hè? En hier doe je mee op en neer, hè? Dat is prachtig. Ik geniet er gewoon van om hem bezig te zien. En ik wil niet de hele dag alleen maar kakelen met die vrouwen, nee. Ik wil ook wel wat doen. Oh, ik mag dit graag zien zo hoor. Ik hoor. Ziet er lekker uit. Lekkere benen. Mogen wij ook nog wat doen? Ja, dat is niet dan. Ik wil kijken. Ja. Kom dan maar gezellig naast. Het moet er niet altijd dicht op liggen. Oh, dus een beetje zo. Ja. Ik zeg, je mag wel naast me komen zitten. Dus ik schoof een beetje op. Ik zeg, op één bil. En dan wordt hij toch een beetje verlegen. Ja. Laat mij ze ook proberen dan. Nou, als je een beetje meer gas geeft nu. Ja. Maar je moet dit een beetje meer optillen. Oké. Dan moet je een beetje, ja, zo. Dat was wel vrij intiem. Ik dacht, oh, hij met zijn arm zo over mij heen. En even laten zien van wat ik daar moet doen en zo. Ja, dat hoort er wel bij. Ik wil wel kunnen voelen. Je moet wel iemand aan kunnen raken, dat vind ik wel. Ja, hij is heel... Hij is heel gevoelig. Hij geeft heel direct, ja. Ja.